Tot grote teleurstelling van kinderen en ouders dreigt basisschool De Driemaster in de Nijmeegse wijk Bottendaal te sluiten. Dit is naar aanleiding van een tekort aan leerlingen op de basisschool. Om de sluiting tegen te gaan zijn ouders en leerlingen in actie gekomen en zijn ze druk bezig met een petitie. De kinderen en ouders van basisschool De Driemaster hebben te horen gekregen dat de school per 1 augustus 2025 hun deuren zullen sluiten. Hier zijn de kinderen en ouders het niet mee eens. De Driemaster is de enige basisschool in de wijk van Bottendaal en de gevolgen van de sluiting zullen groot zijn voor de buurt. Nou, we hebben te horen gekregen van het bestuur dat komt omdat er te weinig leerlingen op zitten op dit moment. En omdat het schoolgebouw verbouwd moet worden wegens duurzaamheid. Wij zijn heel erg geschrokken toen we dat te horen kregen. Het kwam eigenlijk als een donderslag bij heldere hemel. Ik vind het echt heel jammer. Ik heb al bijna mijn hele leven op deze school gezeten. Ik ben er heel gehecht aan. Het is fijn om in een buurt op te groeien, dat je een basisschool in een buurt hebt met je vriendjes. De oudere kinderen realiseren zich wel van, goh, wat gaat er met mij gebeuren? Mag ik met mijn broertjes of met mijn vriendjes dan ergens anders heen of ga ik die niet meer zien? We worden verdeeld dus over de stad. Ik hou heel veel van mijn klasgenoten. Dat vind ik heel jammer als wij niet op één school samen zitten. Ondanks het slechte nieuws laten de leerlingen en ouders het hier niet bij liggen. Zo zijn ze in actie gekomen om de sluiting van de school tegen te gaan. Met een petitieactie en flyers proberen ze hun standpunt te zetten. Ze willen alles op alles zetten om basisschool De Driemaster open te houden en sluiting te voorkomen. De avond van de ouderavond werd er meteen een appgroep aangemaakt. En daar hebben zich binnen een mum van tijd hebben zich daar 130 ouders zich aangemeld. Ouders en kinderen zijn gaan flyeren. Daar hebben zich ook al meerdere buurtbewoners aangemeld om mee te helpen, mee te denken. Nou, we zijn nu vooral bezig met een petitie waar we al bijna 2500 handtekeningen nu voor hebben verzameld. In potentie kunnen we echt met deze school vooruit. Alleen dan moeten we het bestuur van zien te overtuigen. En die hebben nog even een andere kijk daarop. Ik vind dat wij best wel kans maken om nog te blijven. Maar ja, wie weet. Misschien niet.